En hier in de studio Birgitte Eekhout uit Wateringen. Ja, Birgitte, die 12 weken wachten, dat is geen uitzondering. U kunt erover meepraten. Wat is er precies gebeurd? Het is gewoon heel lastig om een aanvraag te doen. Want als je je brief ingestuurd hebt, je eerste aanvraag zou ik maar zeggen, dan duurt het gewoon heel lang voordat je uiteindelijk reactie krijgt. 12 weken is echt geen uitzondering. En als je tussendoor belt, zegt ze ja, de mensen werken thuis of ze zijn er niet of het komt eraan, er wordt aan gewerkt. Maar het duurt gewoon heel lang. En dan is dat nog maar het begin. Ja, want mag ik vragen wat voor aanvraag u had ingediend? Ik heb een aanvraag voor elektrische rolstoelwielen. Heb ik ooit, niet zo lang geleden aangevraagd. En dat duurde heel lang. En als je ze nodig hebt, omdat je gewoon op dat moment niks anders hebt. Dus dan is het best wel lastig om te moeten wachten. Ja. En dat is dan voor mij, maar zo zijn er mensen die wachten op huishoudelijke hulp of dat ze verzorgd worden thuis omdat ze uit het ziekenhuis komen. Maar dat is gewoon heel vervelend als je dan niet naar huis kan vanuit het ziekenhuis. Ja, dat zijn zaken waar echt tijd achter zit. Ja, of dat familie heel veel moet doen. En ja, het liefst wil je gewoon zelfstandig zijn. Maar als je familie dan ook nog van alles voor je moet doen, dan natuurlijk doen ze het graag. Maar het is gewoon heel lastig om daar een beroep op te doen, terwijl je gewoon gezellig met de mensen dingen wil doen, tenzij je een PGB hebt, persoonsgebonden budget. Ja. Maar de aanvragen voor hulpmiddelen of voor hulp, dat duurt gewoon heel lang. Ja. U bent zelf bestuurslid van Platform Gehandicapten Westland. Ja. Is het een groot probleem? Wat krijgt u daarvan mee? In het bestuur krijgen we regelmatig mailtjes over mensen die zeggen van, ik weet niet meer waar ik heen moet, ik heb het gewoon nodig en ik kan zo niet verder. En dan of ze liggen nog in het ziekenhuis, dat ze zelfs niet eens naar huis kunnen, omdat er geen hulp is. Of dat de familie vrij moet nemen om hun te helpen. En dat is gewoon een soort van schrijnend, vind ik. Ja. Als je wat nodig hebt, dan is het in Nederland in principe goed geregeld. Maar 12 weken, je zal er maar op moeten wachten. Dat is best te lange tijd. Ja. Nu bent u een belangenbehartiger van mensen in Westland, van gehandicapten. Ja. Krijgt u vanuit de gemeente iets mee van we gaan het dan oplossen of dan zijn de wachtlijsten weggewerkt? Nee, we hebben wel korte lijntjes, maar ook daar is het best lastig, omdat er natuurlijk weer een wisseling is van of die komt eraan in de politiek. Dus mensen krijgen weer een andere plek. Er is heel veel wisseling geweest met mensen op bepaalde plekken. Dus het is gewoon heel lastig. Eerst is het van, er zijn heel veel zieken, dan is het corona, er werken veel mensen thuis. Maar in principe, als je thuis werkt, kan je werk gewoon doen. Maar het is gewoon lastig. En zeker nu is het weer het dat ze zeggen van, er komt de wisseling van de wacht, we weten niet wie het over gaat nemen. Ja, zo kan je natuurlijk elke keer wel iets nieuws bedenken. Maar de mensen hebben een probleem en dat willen ze graag opgelost zien. Ja, en wat zou volgens u de oplossing zijn om die wachtlijsten weg te werken? Ik denk dat ze de mensen gewoon, kijk, als je moet wachten en er is een goede reden voor, is het prima. Maar hou de mensen wel op de hoogte. En, want dan weten ze waar ze aan toe zijn. Nu is het, als je verwacht, en vaak krijg je de brief. Ja, over 6 tot 8 weken krijg je bericht. En dan is het niet zo. Dan duurt het nog 4 of 5 weken, of zelfs nog langer. En dat is gewoon lastig om dan te moeten wachten waar je niks hoort. Ja, dus een stukje communicatie en duidelijker zijn in wat er mogelijk is. Ja, kijk, als het niet kan, dan gaat het niet. Maar op een gegeven moment willen mensen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Of dat je zegt van, joh, ga vast vragen naar mogelijkheden of ga zelf eens kijken. Heb je zelf idee wat voor jou een oplossing kan zijn? Mensen die kunnen bij het platform natuurlijk ook advies vragen. En ja, wij zijn natuurlijk deskundig op dat gebied, omdat we zelf met heel veel dingen te maken hebben. Als ze hulp willen, dan kunnen ze dat bij ons vragen. Maar ze kunnen ook zelf al gaan kijken wie kan helpen, waar ze kunnen helpen, kunnen ze al informatie vragen. Maar nu weten ze niet eens of het überhaupt doorgaat. Birgitte Eekhout uit Wateringen, dank u wel. Graag gedaan.